Goedemiddag en welkom bij het Nijs in het Kwad. Er komt een grutte reorganisatie bij verzekerder Aegon. En dat ze lekker volgen aan van het kantoor in Ljouwert. Landelijk willen verzekerden de kosten maar 20% naar onderen brengen. Dat kan net zonder dwongen ontslagen. Wat de reorganisatie krijgt van gevolgen had voor de 800 mijnwerkers in Ljouwert is net bekend. Ik heb praat met een paar mijnwerkers van Aegon. Zij weten dat er 20% bezuinigd worden moet bij het bedrijf. Maar wat voor gevolgen dat krijgt van jou het herstel, dat weten ze net. Morgen is er een bijeenkomst voor alle personeel. De directie in Den Haag zal dan via een videoscherm bekend maken wat de reorganisatie krijgt in harde zil. De reorganisatie zou nodig zijn om inspelen te kunnen op ontwikkelings in de toekomst. De directie van Aegon wil geen reactie aan. De familie Moorlach van Colme Zweeg kreeg juster de schrik van haar lippen doet haar kimper op het hiem ontplofte. De 21-jarige Kees Moorlach zou de koelkast die het op gas werkt omzetten. Het explodeerde die helemaal. Nou ja, je ziet het wel, de hele kimper is uit elkaar gebarsten. En één bang vuur, zo'n vuur, man. Hoi, 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 hoi. En ik hoorde niks meer, ik ging maar een halve meter de lucht in. Ik krijg geen lucht meer. Het was net omdat mijn borstkas uit elkaar knapte. Terug de explosie had Moorlach het ritmestoornis gekregen en hadden zijn longen een opdonder gehad. Dat er nog libbert is nevens hem zelfs een mirakel. Een skworke van lietser als een millimeter. Dat had de oorzaak west van het instwatten van de galerij van de Antillenflat, Arun Farrier. Op 23 maaien valt een pad van de Boppense galerij niet onder een ta. Het giet om een stuk van zo'n 4 meter breed. U toen zie ik toch nou blikken dat toch een skwork in de constructie de galerij in Stratten is. Zoals je in het model ziet, zie je een scheur ontstaan. Heeft roestvorming veroorzaakt bij deze staaf. Doordat alle staven zijn verroest, is de plaat naar beneden gevallen. De vereniging van eigenaars wil in de eerstvolgende geerkomst de Sjen naar de schuldvraag en de onsprakelijkheid. De totale kosten van het ongeluk en de naisleep ervan worden roest op meer dan 5 miljoen euro. De Fjouwer Middelzee gemeenten sluiten een fusje net langer uit. De gemeenten Het Bilt, Verwedradiel, Ljouwerteradiel en met name Radiel zullen eerst meer geerwerkje op het maat van onderwijs, jeugdbeleid, openbare orde en veiligens. De taken worden verdeeld door de gemeenten. In 2014 worden de resultaten onderzocht. Had de geerwerking net genoeg opsmieten, dan in de kans groot dat de Fjouwer mooi elkaar fuseren. Het Friesk Skipveertmuseum in Snits had Joert het zilveren scootje van Douwe Egberts kregen. Van 1988 tot 2008 wie DE haatsponsor van het SKS scootje Sion. Het zilveren model, dat als haatprijs tjenne, kwam na de sponsorperiode weer in het bezit van DE. Het stier daar jaren op kantoor, maar het bedrijf vindt dat de prijs beter past in het museum. De oud-reddingsboot van Skielge, de Brandaris, wordt hielendal restaureerd. Tussen 1923 en 1960. Waar het maar de motorboot het lippen van 400 tredje meest kan redden. Sacreers als in het verliezen zocht de Brandaris er net meer uit. Er moet dan ook 200.000 euro investeerd worden om de boot hielendal op te knappen. Stichting Behoud op de Schelling had hem hut maken van de restaurage. Om de reddingsboot een belangrijk stukje skiertnis van het eiland verzint wurgen. Scheepsrampen die kwamen veel voor en dan was het ook echt... Dat het water ze tot de lippen stond en als dan de reddingboot kwam, dan waren ze echt van de wisse dood gered. De Brandaris komt uiteindelijk op Skielge op de wal te steen van het publiek. Doel is om er in de toekomst weer mee te varen. Takkomsimmer met alles kleerwijzen. Die twee, douze points, dat is het doel van het Friese songduo uit Wergeer. Krijn en Jacob sturen een verske in van het Nationale Songfestival. Ik haal een dream in de titel. En zo hoop je dat het net bij een dream blijft. Dit is het nummer, het primeur. Ik heb een dream. Het is net speciaal schreeuwen voor het Songfestival, maar is wel tegen geschikt voor de man. En dus weeg je zijn gok. Ze stuurt het nummer in het Friesk. Wij zongen altijd in het Fries en ons tweede album komt in het Friesk uit. En daarom deze week, als wij mooi doen, doen wij mooi in het Fries. En nou maar hoop je dat ze al die insturingskeersen worden. Zelfs als ze er alle vertrouwen in. Het werd vers een topper. Binnen we ta, on de waasverwachting.
Jullie vannacht de kans op mist of tichte mist. En de temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Meneer, eerst ook nog mist. Daarna komt de zinnen erbij. De wien is zwak ontmatig en komt uit het zuiden naar het zuidoosten. En het kan morgen wel 24 graden worden. En dit weer het nijs van Jood in het kwad. Meer nijs horen oren. Ontiteert Keesje naar Heer en de K-route. Mooi dag verder.